Doe de groetjes aan Mo. Ja. Het gat, jongen. Ga eens dus even normaal, man. Dat is lekker, man. Lekker, man, ja. Gaan we doen. Normaal, man. Nee, niet. Gefeliciteerd, haal. Nee, maar dit is die goede shit, man. Hier, kom. Waar wil je heen gaan? Het is koud, man. Hier, kom. Morgen wel werken, of niet? Mhm. Weet je het Abdoer nog? Hij heeft weer een kind gekregen, hè? Nee, niet. En? Weer een fucking meisje. Hoeveel heeft hij er al? Zus. Wat een fokker is het ook, al. Ja, maar hij geloofde echt heilig in dat hij nog een zoon gaat krijgen, hè? Hij had laatst zelfs een matje mee gezet, die op zijn werk nog een beetje bij kon binden. Inshallah. Ik zweer het, die gast, ik krijg een stuk van hem. Ja, shit, man. Oh, fuck. Goedenavond, heren. Wat zijn jullie aan het doen? Niks. We zijn even wat aan het drinken, ze auto van mijn pa. Alles goed, Mo? Heb je Ismet nog gezien? Nee, man. Nou, dan... Wens ik jullie verder maar een prettige avond. Hou je rustig, hè? Waarvoor moeten ze Izzy hebben, dan? Weet je niet, man. Dat ze wel iets doms hebben gedaan. Lijkt me eigenlijk best wel kut om politieagent te zijn. Weet je, als je politieagent bent, zeg maar, in je begin vind je vrouw het nog leuk. Die man een mooi uniform aan. Handboeien in bed. Maar na een tijdje, je moet elke keer die switch maken tussen... tussen je werk en hoe je thuis bent, weet je. Je krijgt gewoon een wisselwerking. Op een gegeven moment gaat hoe hij zich op zijn werk moet gedragen... omdat hij zo'n rol aan moet nemen. Het gaat ook doorwerken in hoe hij zich thuis zich zelf aangedraagt. Uiteindelijk verandert gewoon zijn hele persoonlijkheid door... hoe die zich op zijn werk moet dragen. Chris, wanneer pak je dat schijf weer eens een keer op, man? Ja, moet je? Ja, kom maar aan. Abdul. Ja. Hij is af, man. Dank je wel. Een weekend. Tot volgende week. Hoe is het? Is het lekker, jongen? Lekker, ja. Heb je het gezien, of niet? Deer. Het is hard, toch? Het ziet er wel goed uit, man. Ja, hey, maar dat verhaal dat die gasten dood, hè? Dat is hetzelfde als wat die gasten meemaken, de hele film lang. Zeg maar, elke Chris, keer Chris, gauw man. Is goed, jongen. Hé, mootje. Weet jij iemand die een laptop wil kopen? Vet dingetje. Weet je het, nee? Wat voor merk? Toshiba, 14 inch. Is die nieuw? Groot nieuw. Hoeveel moet je ervoor hebben, dan?
Zeg maar, wat wil je geven? Is het een verrot ding of... Doe normaal, man. Je weet toch, het is altijd goede shit. Dus hij is nieuw, goed nieuw. Zeker, geloof. Kijk hem even zien. Kenza! Wat is mijn kind, hé? En wist je huiswerk? Een boodschap doen voor mama. Heb je geen huiswerk? Jalle, kom. Hey Chris, kom maar. Ja, je hebt ook een webcam. Ga laten zien. Heeft u een webcam? Ja, man. Ik kom voor je moeder, man. Dat is een beetje bijverdiend. Zei dit, jongen. Zijn ze al klaar met? Hey, Mootje. Hey, Joke. Hoe is het? Lekker met jou? Goed. En Mo, moet je wat drinken? Nee, man. Heb je koffie voor mij, Chris? Hi, Flip. Lekker aan het klussen. Hey, Mo. Fijn dat je even komt helpen met jou, jongen. Nee, geen probleem, man. Wat is nou, vloertje leggen in de slaapkamer? Ja. Hoe zal je zo niet doen? Nee, hij zegt dat hij geen tijd heeft en... Het is trouwens ook precisiewerk, dus... Dan zou ik het niet aan hem overlaten, hè? Hij is echt hopeloos met hem, hè, Flip? Hopeloos. Schrijft hij nog wel eens wat, weet je wat? Ja, ik weet niet. Volgens mij is hij wel mee bezig, denk ik. Ja? Oh. Nou toch, Chris? Hey, pap, zo gaan? Ja. Dank je, schat. Hey, Mo, is met je moeder? Zit je in Marokko? Ja, nou, ze komt binnenkort terug en dan blijft ze weer een maandje. Wanneer kom je de laatste keer naar Marokko? Is de slaapkamer op maat. Hey, luister, we hebben daar een best wel grote villa. Je kan daar ook op maat. Pas me nog eentje, man. Gierig. Nog eentje. Heb je nog eentje? Hey Chris. Mm. Kijk je auto. Hij is nice, toch? Hij is dikke auto. Maar hij is echt nice, toch? Hij is mooi, man. En weet je waarom hij zo nice is? Hij is precies zo gemaakt dat zo weinig mogelijk luchtweerstand heeft. Hij lijkt nu een beetje op een druppel. Zie je daarvoor? Mm-hmm. Die wielen zitten iets verder uit elkaar. Daarachter zitten ze iets dichter bij elkaar. Hij is ook iets hoger van voren. Hier, kijk bij die koplamp. Zie je die bolling? Waar lijkt het op? Oké. Okay. Twee benen van een vrouw, toch? Die doen de lijnen zo naar elkaar toe komen. Gast, je kan zo, zo, waar gaan we mee naartoe dan? Ja, Frankrijk, toch? Gewoon twee chicks op de achterbank. Als je daar zo over die boulevard rijdt. Dat is gewoon Marvin Gaye op. Neem die dikke hash joint mee uit Amsterdam. Shit, dat doet wel stijl, ouwe. Of Spanje. Ik kom gewoon mee naar Spanje dan. Hoe ver is het rijden? Twee dagen of zo? Eén dag, man.
Ga je dit met Rachid doen? Gast, je houdt hier wel je bek over, of niet? Chris, ik weet toch dat je niks gaat zeggen, man? Wanneer ga je nou met Eva daten, flikker? Politie Amsterdam-Amsterdam? Nee, slaapkop. Ja, helemaal. Wat ben je doen? Rond aan het lopen? Nee, ik ben even wat aan het schrijven. Goed bezig, jongen. Wordt het mooi verhaal? Wat over je moeder? Flikker. Ik kom jouw moeder nog tegen. Hou je bek, jongen. Dat is serieus in de supermarkt. Ze zei dat ze weer couscous zou gaan maken. Ze zegt dat deze keer wel gaat lukken. Hé, hoezo ben jij nog wakker dan? Ja, Kenza kan niet slapen, man. Ze is ziek. Oh, shit. Ga even lekker naar de toe of zo dan. Ik ga zo even kijken. Volgens mij hoor ik er weer. Oh, oké. Okay. Later, pik. Ik zie je morgen, jongen. Zelfde man van die auto, die zag ik laatst in een reclame van kaas van die of een zakdoekjes. En die zei op een gegeven moment, weer van, nou met die chocoladepasta, kwam die weer mee aan ze. Tweede keer, ja, dat is toch bizar. Wie nog? Ik. Ik vond het dus echt. Wat? Hoe is eigenlijk met Mal? Hij heeft geluk gehad. Als het goed is, is hij over 2 weken weer op straat. Gozer. Is goed. Is het lekker, jongen? Ja. Is mama terug, of niet? Volgende week is het goed. Hé, hey, man. Is dat die gozer waar je het laatst over had? Ja, maar. Ik heb direct een koffie, man. Kun jij het even gaan halen? En hoe is het met jou, man? Goed, man. Hey, raad wat ik voor je heb afgegeven. Wat? Je verhaalbundel. Die vond ik cute, man. Serieus? Is je luid dan? Ja, hij is vet, jongen. Ik zweer het je, je gaat hem echt vet vinden. Chicken vertrek nummer 4, zijn nummer met Facebook. Is echt fucking hard. Hoe is je verder met jou? Lekker, man. Eva? Nou, luister dan. Kees was naar mijn huis gekomen. We hadden die film gecheckt die hij had gezegd. Op de bank gaan liggen. Ik had een glaasje wijn voor de gepakt. Heb je dat gemaakt of niet? Nou, dat zei ik het je niet. Ik zei het je toch? Jij dan? Wat ik? Playboy Channel, man. Er staat zijn afleveringen met een chick. Slik kapot tegen die chick van Jan Steen. Je toch die lekker. Hoe heet ze ook? Oh, Kim. Billy Kim. Zeg. Ja. Shit, ouwe. Wil er iemand nog Snickers of zo? Nee, dank je. Tvooh, man. Hoezo, jij bent een beest, ouwe. What the fuck, man. Dat doe je toch niet? Tvooh, man. Rolle, jij bent raar, man. Wat ik wil. Gesuf van mijn
Ja, dat is goed. Dan bel ik je nog wel even over, oké? Dat is goed, gast. Dankjewel. Gast, dat is goed. Gooi de deur even open, man. Is goed, kom maar aan, man. Heb je een nieuwe patisserie gezien? Wat lelijk. Ja, die rode, toch? Ja. Ik ga helemaal stuk doen dat zo. Maar vond ze zelf echt vet, hè? Shit. Ah, hij is echt een fucking clown met die schoenen, hoor. Maar hij heeft altijd dat soort lelijke shit. Weet je nog dat shirt dat hij had? Ja. Oh, shit. Is er nog wat gebeurd, of niet? Nee, niet zoveel, man. Oh ja, Samir is met Larbys zijn chick naar bed geweest, hè? Hij hoeft nu ook niet meer op het pleintje te komen. Larby zegt dat hij zijn kop eraf gaat tikken als hij hem ziet. Serieus? Hey, ik heb nu een magnetron en een flatscreen op mijn werk, hè? Hij heeft Abdul geregeld. Is fucking chill. Ik kan gewoon films checken in HD nu. Chris, hoe lang werk je daar nu al? Anderhalf, twee jaar. Hey, hoe oud is die gast eigenlijk? Wie? Die van de bak? Michel? 30 of zo. Hey, zullen we morgen even naar de stad gaan? Even een dvd'tje aan. Chris. Ja. Check. Is Mohammed misschien thuis? Nee, schat, hij is net weg. Hey Chris, hoe gaat het met mama nu? Het gaat goed met haar. Misschien vanmiddag als ik lang ben in tijd te komen bij haar langs. Oké, is goed, ik zal zeggen. Maar ik denk, mooi, hij komt zo meteen. Ja, denk je? Ja, ik denk het wel hoor. Kunt u misschien tegen Mo zeggen dat ik ben langs geweest? Ja, is goed, schat. Ja? Ja. Oké, dankjewel. Oké, Chris. Doei. Thank you.
helemaal niks af. Ja, dan zit je in een goede buurt, man. Precies bij het plein. Ja. Is goed. Ja, dan zie ik zo, man. Hier. Ik hoef niet meer. Oh, hij is er al. Wat ga jij niet doen? Ik weet niet, man. Check wie er op het pleintje is of zo. Waarom ga je niet even? Laat je mopje, man. Chris, gaan we morgen een dvd'tje halen of niet? Ja, is goed. Ik ben morgen al, ja? Later. De maat van je? Ja. Rashid. Farid. Wari. Gasten voor broers uit eigenlijk, hè? Hier is Citroën DS. Of noemt je dat? De karper? Nee, man, de snoek. Snoek. Met Mo. Thank you.